Is de bull market weer aan het hervatten? Kunnen we door naar 75.000 en hoger? Daar gaan we naar kijken in deze video. Kun je de content waarderen? Vergeet video dan niet een like te geven. Abonneer je op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet erbij niet op het bel te klikken. Deze video is educatief van aard en geen financieel advies. 21 maart en we gaan door naar de FOMC van gisteravond. Verwachting was 5,5% dat ze de rente dus niet zouden verlagen. Um, dat hebben ze ook niet gedaan. Dat wil men wel graag, maar dat is nog niet gebeurd. En ze geven eigenlijk ook aan dat ze dat pas gaan doen. totdat ze meer vertrouwen, meer vertrouwen hebben dat de inflatie is gezakt. en doorgaat naar een target van 2%. Daar zijn we dus nog niet. Um, verder niet zoveel spannend eigenlijk, dus de koersen reageerden er in ieder geval positief op. Kunnen ze dat ook doorzetten en waar moeten we dan op letten? Vrijdag overigens, dan spreekt Powell wederom, dat zou voor volatiliteit kunnen zorgen om 2 uur s middags Nederlandse tijd. Terwijl we een pump zien, zien we wel dat er nog steeds netto outflows zijn voor de ETS. Dus dat betekent dat er meer geld uitschroomt. Dat komt voornamelijk door GBTC. Die zijn nog steeds aan het dumpen. En eerder in de afgelopen zeven dagen hadden we daar last van. Als in de koers die daalde daardoor. Gisteren werd dat dus geneutraliseerd. Ondanks dat er outflows waren. Dus ben ik benieuwd hoe dat vandaag zal zijn. Is het gewoon een FOMC pump? Omdat men denkt dat het goed nieuws is. Of komen ze er straks achter dat het nieuws eigenlijk helemaal niet goed is? Omdat ze eigenlijk voor juni al moeten gaan verlagen. Want daarna is de volgende kans pas in november, uh, oktober rond de verkiezingen. Maar daarna kunnen ze niet verlagen. En ze geven nu eigenlijk al aan dat ze de target van 2% willen halen. En de vraag is of ze dat ook kunnen doen. Goed, blijft spannend. Maar uh, we gaan het zien op de grafieken zo direct. Waar zit liquiditeit? Nou, ten eerste hier boven de 75.000 dollar. Dus als we hier doorzetten. En deze prijsactie hier wordt iets van een bull bullish pennant. Een bolflake of dan ook, dan zou ik zeggen, dan kunnen we door richting die 75.000 dollar om die liquiditeit op te halen. Daar is het weer kijken, zetten we door naar boven of gaan we toch alsnog door naar de liquiditeit die beneden ligt. 54, nee sorry 55.000 dollar en hier het sterkste op de 50.100 en dit is op de liquidityhunts.com nog gratis te gebruiken, check het en je kunt daar sowieso een gratis account aan maken. Dan, als we kijken naar de zeven dagen, dan zie je dat de liquiditeit hier links onderin, of eigenlijk, nou, rechts onderin, in het midden, dat is gepakt hè, toen de koers aan het dalen was. En we zien dus dat er nieuwe stoplossers bij zijn gekomen: nieuwe liquiditeit. Dus de mensen die hier zijn long gegaan, die hebben allemaal een stoploss hieronder. En de vraag daarbij is altijd: is die stoploss daar veilig? Nou, dat gaan we waarschijnlijk vrij snel zien. Als ze een ommekeer krijgen vandaag, dan zal dat waarschijnlijk vrij hard gaan. Maar we zien hier ook nieuwe liquiditeit boven de koers ontstaan. En daar zien we meer. En op de grafieken kunnen we dus ook kijken: oké, okay, nou gaan we naar boven of naar beneden. En daar kunnen we dan ook kijken waar we op moeten letten. 12 uur, een beetje all over the place. Um, onder de koers veel liquiditeit, maar ook boven de koers. En dat kan ook vrij snel veranderen. Bybit is in ieder geval de sponsor van deze video. Hier trade ik nog steeds het meest. Moet nog steeds die uh, margin trading video maken. Um, en als je mijn referral link gebruikt, krijg je 100 uh, als je 100 of 300 dollar stort krijg je 20 tot 40 dollar vrij opneembaar en 15% korting op je trading fees voor 30 dagen. Rechtsbovenin vind je een overview en anders in de video beschrijving. Nog even uitzoomend naar de wekelijkse. Want dat is altijd wel goed om te doen. Wat zien we hier eigenlijk? We zien hier dus dat er een hele lange week aan het ontstaan is. En nogmaals, de week is nog niet gesloten. We hebben nog drie dagen en 14 uur te gaan, zoals je hier rechtsboven ziet. Dus het kan nog heel wat anders worden. Maar zelfs als we dus de komende dagen wat meer zijwaarts blijven bewegen. Dit zou dan een Hanging Man Candlestick zijn. En dat is een candlestick die we hier bij de blauwe pijlen zien. En een Hanging Man Candlestick is een Bearish Candlestick. Maar nogmaals, we zitten nog maar halverwege de week. Maar. Toch om even te laten zien wat er kan gebeuren, dan uh, zien we dat dus. Als we een goede week blijven houden en dit is alweer een low, en wat niet waarschijnlijk is op deze plek, dan kan het ook gewoon weer doorschieten naar boven. En nogmaals, op de lage timeframes kunnen we meer informatie krijgen over wat we op de korte termijn in ieder geval kunnen verwachten. Nogmaals, de week is nog niet gesloten. Dan de dagelijkse. Als je de gratis WhatsApp en Telegram kanalen volgt, dan had je ook uh, doordat hier een rising wedge is. Um, met een target in deze groene box. Dat is ook waar de koers nu aan het bouncen is. Dat is het target van deze rising wedge. Wat dus een bears-patroon is. En hetgene wat ik zei was hè, de boodschap. Als we het blauwe kanaal, de neerwaartse structuur. Je kunt dat als een neerwaartse kanaal tekenen. Je kunt dat ook tekenen als een falling wedge op de lagere timeframes. Als die uitbreekt naar boven met volume, dan kan het zijn dat deze correctie voorbij is. Ben ik hier super uh, bullish? Nee, dat nog niet. Zijn er wel een aantal bullish tekenen te zien? Absoluut. Um, dus wat zijn de bullish tekenen? Nou, ten eerste het bullish volume in deze candlestick is best wel goed. Hè? Dus um, het matcht vrijwel bijna de rode dag die we de dag daarvoor zagen. Hè? Dus het was best een bearish candlestick met goed volume. Ook hoger dan het volume, uh, twee maal het gemiddelde, de gele lijn. Dus dat was eigenlijk best wel bearish. Maar nu wordt dat meteen geïnvalideerd. En het is ook nog eens een bullish engulfing candlestick. Wat dus weer eigenlijk een bullish candlestick is. En over het algemeen verwacht je dan meer rood. Goed, dus dat zijn de bullish punten en ook dat we dus hier bouncen van um, de groene box en het blauwe kanaal lijken te gaan breken. Dus hier hebben we al een uitbraak. Is dit een hertest? Kunnen we doorgaan naar boven? Zo, ja, goed mogelijk. Op de lage timeframes nogmaals meer informatie. En wat ik eigenlijk het liefst zie gebeuren is dus een SR flip. He, dus een break van de 69.000. Dat support maken. He, en dan kun je dus weer naar die 74.000, 75 75.000. En eventueel ook he, door naar de volgende psychologisch gezond 80.000 dollar. Maar goed, dat blijft afwachten. Um, he, want is dit gewoon een FOMC-reactie? En ik krijg je vandaag weer zo'n rode dag? Ja, dit is mogelijk. We zien vaak wat meer fuckery hè, om die FOMC-meetings. Um, hier dus een sterk groene dag, dan weer een flinke rode dag om weer langzaam omhoog te gaan. Het kan soms vrij volatiel zijn. Maar dit zijn, dit zijn in ieder geval, hè, wanneer ik echt bullish zal worden, is 69.000 breken en ook support houden. Maar de eerste initiële reactie die we hier zien, die is wel positief. Um, en als je wilt leren traden, doe de gratis kennismakingscursus of een van de volledige handelscursussen, dan kun je meer leren. Dan, wat zien we hier allemaal? We gaan even eerst naar deze grafiek hier. Dus nogmaals, eerst he, die Rising Wedge, die is naar beneden uitgebroken. Vervolgens hebben we dit neerwaartse kanaal, slash Falling Wedge. De blauwe structuur hier, die is nu naar boven uitgebroken. En wat ik zei ook was, wat we hier willen zien is dat het ook met volume is. Dus we hebben hier een uitbraak gehad met sterk bullish volume. Dat echt wel een aantal uren vol hield. En wat ik gisteren zei, 100 moving, sorry, 200 moving average op de 1 uur. Dat was alleen in de premium Discord groep overigens. Dit is waarschijnlijk een weerstand. We gaan hier een pullback krijgen. We maken hier inmiddels ook een lower high. Dus er is hier wat zwakte, maar... Het bearish volume is een stuk lager, dus dat is dan weer positief. En er zijn twee dingen waar ik naar kijk. En ik ga eens even deze weghalen. <coughs> Mocht het nou een FOMC-pump zijn en is dit niet iets wat de bulls kunnen doorzetten, dan kijk ik dus naar deze gele rising wedge, Wat nogmaals, net als deze rising wedge een bearish structuur is. Als ze die gaan breken en eigenlijk dus het verliezen, de support die verliezen op de 65.000 dollar. Dan kun je dus ook weer doorgaan richting de 59.000 dollar. Wat ik zie is dat deze stoplossers, uh, de, deze wik hier um, onder deze low, dat de stoplossers hier nog niet zijn gepakt. Kan zijn, hè, die wordt nu gefrontrun, wat betekent dat mensen hier instappen voordat die worden gepakt. Is dit de low geweest? We hebben iets meer bevestiging nodig. Ik heb in ieder geval iets meer bevestiging nodig. De eerste tekenen zijn er dus wel. Hè, bullish engulfing op de daily. Uh, hoog volume bij de uitbraak van, het neerwaartse, van de neerwaartse structuur. Met goed volume dus op de lagere timeframes. Maar wat je dus wil zien, eh, eigenlijk niet wil zien, is dat deze rising wedge zal gaan uitspelen. Eh, dus dat we nu doorgaan hier naartoe. En dit zou nog gezond zijn als we een high-low maken. Maar je wilt dit niet breken als support. Dan is eh, het waarschijnlijk gewoon weer een FMC-pump geweest. En eh, ja, gaan we weer verder door naar beneden. Zet de correctie voort. Die even we weg. Iets meer bullish op de korte termijn zou in ieder geval dit zijn. Een. Evenwichtpatroon kan ook een bullish pennant worden als die naar boven uitbreekt, dus uitbraak, hertest. Dan kun je doorgaan richting de technische target. Hier zit die zit hier rond de 73.000 dollar. Zal die eerst waarschijnlijk stoppen rond de 71.000, nee, sorry, 70.100 ongeveer. En je ziet dat dat hier weerstand was. Support, support, weerstand. Dus dat zal ook een eerste target zijn eigenlijk voor deze bullish pennant. En ook dat is even afwachten totdat dat met volume uitbreekt. Even kijken, um, mocht de pendant falen, ook prima. He, dus dan ga je iets verder door naar beneden. En dan gaan we door naar deze structuur hier. Dan zou je dus ook nog steeds een bullish patroon kunnen vormen, wat ook nog eens een reversal patroon is. Een ommekeerpatroon. -een patroon, een bullish patroon. Dat is de inverse head and shoulders, linkerschouder, hoofd. En als we dus doorgaan richting die 64.500 ongeveer, dan zou je nog een rechte schouder kunnen vormen. Dan heb je hier de neklijn. Voor de inverse head and shoulders. En die heeft een technische target van. Kijken. Nou, dus die mooie groene zone, die 74.000, 75 75.000 dollar. En nogmaals, vanuit daar is het kijken. Kunnen we doorzetten naar boven? Is dit een liquidity hunt? He, want we zien hier dus op de. Even kijken. De 7 dagen zien we daar liquiditeit. En ook op de 1 maand zien we daar liquiditeit. Dus dat zou absoluut kunnen. En dat moeten we even gaan afwachten. Maar dit is waar ik in ieder geval naar kijk. Een uitbraak hiervan. Dat is een long. Hier long gaan is een risicolong. Verlies je de uh, supportie, dan is het zaak om de long te sluiten. Maar we hebben dus nog wat meer informatie nodig, zoals je het eigenlijk al hoort. En we gaan kijken wat we gaan krijgen. Maar de eerste tekenen zijn positief, um, maar eigenlijk wil je dus in ieder geval zien 64.000, 65.500. Uh, sorry, 64.500, dat dat support blijft. Gaan we eronder zakken, dan is het dus wellicht een, ja, gewoon een FOMC-pump geweest en kunnen we ook weer door naar beneden. We gaan het afwachten en zoals altijd zou ik zeggen, happy trading, een hele fijne dag en tot de volgende video.